Dit is een heel leuk spel, Cocktail Simulator Mobile. Vandaag hebben we de game onze hekken. Maar ik en hij die hebben nu vandaag al iets van 3 uur een Cocktail Simulator gespeeld. Ja, echt. We hebben nu vandaag heel gespeeld, maar en we wisten niet welke video we moesten doen. Dus we maken nu een Cocktail Simulator video. En wij gaan soep koken. Ja, maar ik zei, we gaan dus een lekker soepje koken. En voor de soepje hebben we... wat hebben we nodig voor de soep? Abakzaadjes, ik ga hier een paar loodjes. Een big pot. Ja, loodjes, een grote pot. Oké, het wordt een lekkere soep. Er zit maïs in de soep. Is vast wel lekker. Er zit natuurlijk tomaat in de soep. Dat is natuurlijk ook wel lekker. En komkommer. 3 komkommers. Lekker veel komkommer. En ook wat ui voor de smaak. Maar niet te scherp. En natuurlijk ook wat een peach. Dat is misschien een vroefje, het wel olijfolie. Dat moet er ook in. Oh, dat ligt op de grond. En natuurlijk ook lekker wat basilicum. Dat is ook altijd weer lekker voor de smaak. Oké, en er moet ook nog suiker bij in. Oké, dat zien we later. Maar dus dit wordt een soepje. We gaan beginnen met de soep te mixen. Wij gaan soep mixen. Oké, bakzijntjes. Hier komen we, professioneel mixer. Dat niet. Hij mixt het niet. Wat is er mis met het ding? Oké, bakzijntjes. Dit ding gaan we dus in de frituur stoppen. Nou, oké, bakzijntjes en natuurlijk ook een mozzarella. Oké, bakzijntjes, alles zoetjes in de frituurpan overgieten. Zo, ja, perfect. Meer dan de helft is in de frituurpan. Oké, als eerst gaan we het frituren en dan gaan we het in de mixer doen. Dat is lekker, gefrituurde soep. Nou, oké, perfect. Wat is dat? Een aangebakken... Meloen, dat is natuurlijk ook lekker voor de soep. Oké, bakzijntjes, een aangebakken meloen, dit. Hebben we deze aan. Hebben we deze neergezet en we doen natuurlijk ook nog olijfolie. Dan pakt het nog sneller. Waar is hij professioneel koks? Oké, bakzijntjes, olijfolie, dat moet er natuurlijk ook nog in, ook lekker. Ach, dat klopt wel. Dus gooien we deze ding er ook nog wel eens bij. Dat kan niet echt. Oké, geen flauw idee hoe we dat doen. Ach, dat klopt wel. En dan gaan denk ik 1 komkommer. Nee, dat is een placemat. Nee, dat... ik denk dat dit wel goed is, ja. Perfect, perfecte groentes. Je hebt lekkere pakken spul. Oké, bakkerijtjes, wij zijn professioneel kok. En we gaan nu hierheen naar de mixer. De mixer! En we gaan al de spulletjes eruit halen. En mixen het na koken. En dan hebben we een lekker soep. En dan de soep lekker. Oké, hoppadee, bakkerijtjes. Het gaat erin! Dus dat bezig is, gaan wij bezig met de plaat. Wij gaan bezig met de plaat. Ja, wij gaan bezig met de plaat. Ja, niet zomaar een plaat. Nee, een hele lekkere plaat. Een hele lekkere plaat. Een hele lekkere plaat. Een hele lekkere plaat. Oh ja, natuurlijk. Dan leggen we de plaat in de stijl neer. En dan gooien we er heel veel olijfolie op. Of boter of wat het ook nog zijn. Oké. Ja, dan slaan we het. En wat is er mis met het doen? Oké, pakken ze. Buffet. En ondertussen is... Wat een herrie maken we in. Ja, oké, bakzijntjes. Ons soepje gaat naar de grote pan. Is dat de pan? Ja, dat is de big pot. Oké, loodjes. Perfect. Natuurlijk, suiker is lekker. Dus we voegen heel veel... Wat is dit? Wat doet die? Oké, maar ik zei, suiker is lekker. Dus we voegen heel veel suiker toe.
Misschien is dit een suiker. Ja, oké, heel veel. Suiker. Meer. Dan heb ik zaadjes in uw soja. Een paar zaadjes en het suikerpak is op. Er zit 433 gram suiker in. Dat is op. Eens kijken. Ja, bakzijdjes, dat is op. En oh nee, bakzijdjes. Is dat lekker? Letterlijk aangebakt. Dat kon erger. Gaan dan ooit. Oké, bakzijdjes. Dat kunnen we niet meer uithalen. Bakzijdjes, we voegen natuurlijk ook nog poten toe. Maar bij zijtjes nu heb je het moment dat die lekt. Lekt dan. Ook bij zijtjes. We zien nu zo hier. Volgens mij hebben we wat peet of zo. We rieten nog eventjes. Pak even zijtjes. Oké, bij zijtjes. Hij heeft niet meer opgeslagen. Hij heeft niet alles opgeslagen. Maar dus, kijken. Ik doe gewoon zo, dat zit er niet in. Ach, zo, vast wel genoeg. En hey, bakzijtjes. Wat heeft hij nou niet op? Oh, hij heeft niet opgeslagen dat ik dat aan heb gedaan. Oké, bakzijtjes, dan zetten we het iemandjes opnieuw aan. En we voegen nu weer wat water toe. Wow, hoe werkt dat? Zo, dat is lekker wat water. Oké, we gaan nu weer terug. Dus kijken wat kan er nog meer in. En deze keer mag ik niet weer aanpakken. Nou, natuurlijk een mes, dat kan er wel in. Oh nee, dat kan dus niet. Oh, heerlijk dit pak. Zaadjes, heerlijk dit. Dus kijken. Natuurlijk, waar staat het lege pak suiker? Oh, die is niet leeg. Oké, bakkerzijtjes, dit mag er ook wel in. En ondertussen dit er lekker in zitten. Gaan we even koken. Nou, hoppatee, dat kookt wel. En ondertussen is dit er. Oh ja, zat, lekker genoeg. Nou, de mozzarella is een beetje lichtelijk aangepakt. Het lijkt erop dat de pakplaat is geklitst. Waar zou je zelf hebben een oplossing? Oh ja. Nu wil ik in de grillpan. Of omband het ook is. Doe het dan! Oké, pakketjes. Hij gaat niet in. Ach ja, het zou wel. Nee, pakketjes. Het zou niet. Als we hem even kunnen neerzetten. Hij legt hem weer. Weet je wat? We zien nu zo weer. Oké, bakzijtjes. We zijn weer gedetoind. En yes, bakzijtjes. Hij doet het. De groenten zijn gekookt. En oh, we hebben al de groenten vanaf dit hierheen gebracht. En ik denk dat het de tijd is om het te serveren. You cannot place it here. Hoppatee. Perfect. Oh, een lekker soepje. Nou, hoppatee. En dan pakken we nog een pannetje. Een pannetje voor de soep. Hoppatee, perfect. En dan halen. En dan zetten we die hier neer. En dan pakken wij dit hier al op. En dan gieten we het vervolgens erin. Nou, helemaal perfect. Nou, ik zou zeggen, een tas toe. Voor wie die krijgt. Oké, bakzijtjes. We gaan het reserveren. Wat vinden ze ervan? Wat? Dit is toch niet logisch? Wat is het? Wat willen die mensen? Dit bakzijtje. Dat wil niet lekker. Oké, wat was er meer? Lekker. Bakzijtjes. Wat was er meer? Weet je wat? Wat als we dit erin doen? Oh, als het er nog eens in past. Nee, wat als ik gewoon even zo doen? Ik wil citroen mixen. Heb ik zin in? Ik vraag niet waarom, maar goed, bij zijtjes. We gaan citroen mixen! Hier gaat hij! Klik dan! Hij gaat! Geel zak. Zuur geel zak. Weet je wat?
Ik doe mijn kakkers. Die deden het niet los. En nou ja. Die gekke mensen die het deden lekker vonden. Die krijgen nu wat heel zuurs. Een zure soepel! Rappadee. Ja, daar gaat ie. Kijk, wat vind je van de zuursoep? Wauw. Wat een scammers. Ik vond niet eens lekker. Arrogant rotzaken. Maar goed, maak zetjes. Het is het einde van de video. Like en abonneer. Ja, like en abonneer. Goed, maak zetjes. Ik wil voortaan. We gaan like en abonneren. Dan pak ik als eerst mozzarella. Dat gaan we in de goot zien. Oh. Echt paar zetjes. Ik en Annie gaan als eerst. Kunnen we? Nee. Ik en Annie gaan als eerst. Voordat de video beëindigd is. Mozzarella. Met heel veel olijf. Olie doen. Olijfolie! Ja. Ik ben benieuwd wat er dan gebeurt. Wat denk jij? Want ik denk wat er gebeurt. Wat verwacht je dan van mozzarella met olijfolie? En goed, maak eens nog een bestelling. 1 plakje mozzarella met olijfolie. Eens kijken, wat vinden ze daarvan? Nou. Auw, wat stomme hoedlul. Nou, like dan op dit video. Like en abonneer. Ja, like en abonneer.